Ik ben Sarah Smeijers, ondertussen Vlaams volksvertegenwoordiger voor NVA. Ik ben vooralsnog 38 jaar, heb hiervoor 12 jaar in het federale parlement gezeteld en ben helemaal klaar om de overstap naar dit halfrond te maken en mij hier toe te leggen op de Vlaamse bevoegdheid. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Zoals ik aan alle vorige verkiezingen heb deelgenomen, heb ik dat nu ook weer vanuit een maatschappelijk engagement gedaan, vanuit een gedrevenheid die ik gelukkig nog niet verloren ben, die wel vorm heeft gekregen. Een mens groeit, een mens verandert, doet ervaringen op. Maar eigenlijk kan ik zeggen dat het engagement nog sterker is dan vroeger, dat ik er echt van overtuigd ben dat we naar een meer zelfstandig Vlaanderen moeten gaan, dat we dat confederalisme. Echt, echt, echt moeten realiseren nu. Um, vroeger zat ik in het federaal parlement waar de staatshervormingen uh, gebeuren. Uh, nu heb ik de overstap naar het Vlaamse parlement gemaakt. Um, ik denk dat, uh, dat het belang van Vlaanderen alsmaar groter zal worden. Ik hoop dat hier vanuit het Vlaamse parlement dus nu mee te realiseren. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Druk en hij is voorbij gevlogen. Um, heel die namiddag was eigenlijk druk. Uh, in Aalst kan je elektronisch stemmen, dat is waar ik uh, mocht gaan stemmen. Dus dat is tot drie uur. Dus tot zo lang zit je ergens in een vacuüm, in een, vacuum, in een uh, afwachtende houding. En dan een paar. Een uur later of een uur later, zelfs rond vier uur, komen er al resultaten binnen van de stembureaus waar je op papier tot één uur kon stemmen. Dus dat is allemaal heel snel gegaan. Ik zat op een communiefeest en dan zag je eigenlijk al een tendens. Dan je altijd: uh, het is maar één stembureau, maar dat was de tendens voor, uh, voor alle anderen. En dan heb ik mij om uh, vijf uur uh, naar Brussel gerept, waar we, en dat was wel, uh, dat was wel leuk, we hebben onze uh, Samengezet met alle lijsttrekkers en de nummers 2 op het uh, partijhoofdkwartier in de Koningsstraat van, uh, in Brussel, dus uh, het uh, hoofdkwartier van NVA, waar we dan ook de resultaten nog uh, hebben bekeken, waar we de reacties van de andere partijen, vooral Vlaams Belang was dat, hè. de overwinnaars uh, die spraken natuurlijk het eerst, um, hebben afgewacht, hebben geanalyseerd en dan zelf een uh, uh, Bepaalt ja, wat de inhoud van uh, de speech van Bart de Wever zou worden. En dan zijn we allemaal samen uh, naar de zaal getrokken, waar onze achterban, onze militanten op ons stonden te wachten. En de rest uh, is geschiedenis. Bent u tevreden met het resultaat? Wel, we moeten ook niet te triomfalistisch zijn. We hebben gelukkig niet heel veel verloren, maar we hebben wel, uh, we hebben wel verloren. We hebben, denk ik, uh, de prijs betaald voor deelname aan de federale regering, ook al... De kiezer heeft altijd gelijk, maar ook al ben ik ervan overtuigd, uh, maar misschien hebben we de kiezer daar nog niet genoeg van kunnen overtuigen, dat we echt wel veranderingen hebben teweeggebracht, ook op dat federale niveau, uh, maar dan vooral sociaal-economisch. Terwijl dat ik denk dat de kiezer nu... en Ik denk niet. We hebben gezien dat de kiezer nu echt zegt van verander heel het hele systeem. Pak dat ten gronde structureel aan. Dat enerzijds en anderzijds ook een, een duidelijke roep om een nog scherper standpunt in zaken migratie en in zaken integratie. Ook onze core business, die twee zaken. Dus ik denk dat we daar naar het appel van de kiezer moeten luisteren. Dus in die zin is het uh, dubbel. Ik ben blij dat we niet te hard verloren hebben. Anderzijds uh, moeten we zeker luisteren uh, naar, uh, naar wat de kiezer uh, die zondag heeft gevraagd. Mijn persoonlijk resultaat uh, was wel uh, heel goed, als ik uh, in alle bescheidenheid dat toch mag zeggen. Ik was, uh, ik was tevreden. Ik heb eigenlijk uh, relatief stand gehouden. Um, de score binnen, binnen mijn kieskring en binnen mijn eigen regio was zeer goed. Dus ik ben toch wel dankbaar dat de, dat de kiezer mij nog altijd vindt op die tweede plaats. Het is toch ook niet evident om, om dan ook een voorkeursstem altijd te geven. Het is misschien simpeler om van boven te stemmen, maar dat er toch wel bijna 25.000 mensen mijn bolletje hebben gevonden. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Wel, ik hoop dat ik uh, mijn bevoegdheid als uh, schepen in Aalst, uh, dat ik nu toch al bijna zeven jaar doe, ik ben uh, OCMW voorzitter, uh, de vroegere benaming schepen van sociale zaken, schepen van welzijn, ouderenzorg en wonen, dat dat nu allemaal bevoegdheden zijn die uh, uh, ofwel al volledig ofwel grotendeels Vlaamse bevoegdheden zijn. Dus ik hoop mijn expertise, die ik daar op lokaal vlak en toch wel dichter bij de burger, dichter bij de bevolking, echt wel in het dagelijkse leven, dat ik die kan benutten om hier decreten te wijzigen, te laten goedkeuren, om vragen te stellen aan de bevoegde ministers. Om toch wel zo dat, dat bovenlokale meer af te stemmen op het dagelijkse niveau, het meer werkbaar te maken. Je ziet echt, het is niet omdat het Vlaanderen is dat het altijd beter is. Het zal sowieso beter zijn, maar het kan op bepaalde punten nog veel beter. En dat wil ik wel realiseren. Zo die, die concrete vertaling van decreten op het terrein kan soms wat anders. En daar kan ik mijn ervaring denk ik wel gebruiken. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, ik moet daar eerlijk in zijn. Ik vind dat eigenlijk ook niet slecht. Alhoewel ik wel eerlijk moet toegeven dat het een gepuzzel en een geschuif is in mijn agenda. Dat was de vorige legislatuur niet anders. Ik zal mijn mandaat hier als Vlaams parlementslid combineren met mijn mandaat van schepen in een centrumstad. Dus toch wel ook een redelijke opdracht. Ja, maar ik heb dat de vorige uh, zes jaar gedaan en ik uh, hoop dat nu ook uh, met vruchten kunnen combineren. Het is een gepuzzel. Ik moet uh, op heel veel mensen beroep doen, ook in de privé. Uh, goede babysits, uh, veel begrip van mijn kinderen, die gelukkig niks anders gewoon zijn dan dat mama s'avonds nog weg moet. <laughs> Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Die, uh, die is er wel, al wel dat ik mij daar misschien niet echt van bewust ben. Ik doe mijn job zo graag dat ik niet het gevoel heb dat ik veel andere dingen mis. Ik probeer uh, een evenwicht te houden. Ik probeer toch nog voldoende aandacht te hebben voor uh, mijn vrienden uh, en voor mijn, uh, voor mijn kinderen. Die gelukkig daar allemaal uh, begrip voor hebben en die uh, eigenlijk mijn vrienden dan uh, dikwijls vragen. Meijer, zeg jij maar. Wanneer past het voor u? Wij schikken ons wel. Dus dat, is, uh, dat zit ook al goed. Het teken dat het echte vrienden zijn. Um, en die ook wel wisten tijdens de campagne: zullen we haar gerust laten. We zullen nadien wel, wel afspreken. Uh, en mijn kinderen, ik heb het al gezegd, die zijn eigenlijk meegegroeid. Ik, uh, ik was in verwachting van mijn oudste uh, dochter toen ik de eet afgelegd heb, 12 jaar geleden, uh, in 2007, in het federale parlement. Dus uh, ja, ze zijn echt letterlijk al meegegroeid uh, in de politiek. Ze weten niet beter, gelukkig. Waarop mag de kiezer u binnen vijf jaar afrekenen? Ik, uh, ik wil mijn job als Vlaams parlementslid eigenlijk uh, evenzeer ter harte te nemen als ik dat gedaan heb in het uh, federale parlement. Ik denk dat ik uh, dat ik authentiek ben, dat ik uh, Nooit veel beloof. Ik doe dat eigenlijk niet, maar wel waar mogelijk help en stuur en luister. Volgens mijn eigen visie natuurlijk. Het moet passen in mijn, in mijn politieke overtuiging, die denk ik ook wel gekend is en waar ik ook, die ik ook niet, niet zal wegsteken. Dat is één, dus dat is eigenlijk dan het contact met de burger. Anderzijds denk ik dus dat ik via parlementaire vragen toch wel het, het beleid zal. Zal kunnen sturen. Ik heb gelukkig al uh, wat ervaring uh, daarin op toch wel een redelijk harde, uh, of harde bevoegdheid, hard domein asiel en migratie in het federale parlement. Uh, dus ik denk dat ik wel mijn uh, mannetje of vrouwtje uh, kan staan. Ik zal dus ook op de bevoegdheden die ik uh, daarnet heb genoemd. Uh, uh, zeker willen wegen. Uh, het woonbeleid bijvoorbeeld is iets waar ik al een, een heel goede visie op heb en uh, waar minister Hoomans al veel heeft in veranderd, maar uh, waar, toch wel, uh, waar er toch wel nog wat open ligt voor verbetering.